warming-up van vandaag is 3 rondjes for quality van 10 good mornings, 10 eccentric knee flexions en 10 push-ups. Je mag de push-ups natuurlijk ook op je knieën doen. Bij de good morning staan je voeten onder je heupen. Je begint met je lichaam helemaal rechtop en zakt vervolgens tot 90 graden. Ook je bovenrug blijft mooi op 90 graden. Je bovenrug mag dus niet te veel inzakken. Zorg ervoor dat je gecontroleerd beweegt. Bij de eccentric knee flexion zorg je ervoor dat je een comfortabel kussentje onder je knie hebt. Het kan een appmat zijn of een kussen van de bank. Je begint rechtop met je knieën op het kussentje. Wat je vervolgens doet, is je gaat rustig naar achteren en je zorgt ervoor dat je borst omhoog blijft. Als je beneden bent, zet je handen op de grond neer en ga je naar voren. Daarna zorg je ervoor dat je weer begint in de goede beginpositie, met je lichaam rechtop en je knieën op het kussentje. In de push-up zorg je ervoor dat je handen op ongeveer schouderbreedte staan. Je lichaam is in één lijn. Dit betekent dat je schouders en heupen op één lijn zijn. Vervolgens zak je naar beneden en blijf je elleboog langs je zij. Je tikt met je borst de grond aan en duwt je vervolgens weer omhoog. Wat belangrijk is dat je heupen en schouders ook op één lijn zijn als je in de onderste positie zit. Dat betekent dat je rug niet hol is, maar gewoon neutraal. Als je de push-ups op je tenen nog moeilijk vindt, kan je de scalen naar je knieën. De workout van vandaag is een strength workout. Het zijn 4 sets in totaal. Bij de single arm kettlebell of task press doe je 2 sets per arm en daar 2x12 staat. Je begint met 12 tempo sumo stance good mornings. En het tempo is 3-2-x-1. Je zakt in 3 seconden gecontroleerd naar beneden. Vervolgens ga je 2 seconden in de bottom vast en kom je daarna explosief weer omhoog. En wacht je 1 seconde en dan sta je dus rechtop, voordat je je volgende herhaling maakt. Na de 12 sumo stance good mornings pak je de kettlebell of tasbeet in verontrekte positie en de tas of de kettlebell is in je kommetje, met je elleboog hoog. En vervolgens maak je met je rechterarm 12 tempo single arm kettlebell of taspressers. De kettlebell gaat explosief omhoog en vervolgens hou je de kettlebell 2 seconden in overhead positie vast. En laat je de kettlebell 3 seconden tot verontrekte positie zakken. Je houdt de kettlebell in verontrekte positie 1 seconde vast en dan gaat de kettlebell weer explosief omhoog. Tempo hier is ook 3-2-x-1. Na de 12 kettlebell presses met je rechts, rust je 1 minuut. Vervolgens maak je je volgende set van 12 tempo sumo stance good mornings en 12 tempo single arm kettlebell press met je linkerarm. Je hebt aan het einde dus 4 sets sumo stance good mornings gehad en 2 sets single arm kettlebell press met rechts en 2 sets single arm kettlebell press met links. Onthoud goed dat na de 12 sumo stance good mornings maak je maar 1 set 1 arm voor de kettlebell presses. En dan rust je dus 1 minuut. Na de 4 set strength rust je even. Dan heb je nog een toetje. En dat toetje is 30 burpees voor time. Probeer zo snel mogelijk te zijn. Sneller als de vorige keren. Bij de sumo stance good morning is het belangrijk dat je een brede stand hebt voor je voeten. Je begint rechtop. Wat je vervolgens doet is je zak met je bovenlichaam tot 90 graden. Dat betekent dat ook je onder- en je bovenrug gelijk moet zijn in de onderste positie. Je bovenrug mag niet te ver naar voren zijn. Vervolgens zorg ervoor dat je een moment van controle toont in je onderste positie en kom je gecontroleerd weer omhoog. Bij de kettlebell of tas strikpress is het belangrijk dat je de kettlebell of tas aan het handvat vastpakt. Vervolgens ligt de kettlebell of tas in je kommetje. Je elleboog is hoog en vervolgens strek je je arm tot overhead positie. Vervolgens zak je met de kettlebell of tas weer naar beneden tot de beginpositie. Zorg ervoor dat je bovenin controle toont als de kettlebell of tas in de overhead positie is. Met een tas is de strikpress natuurlijk ook mogelijk. Bij de burpee begin je rechtop. Vervolgens zet je je handen voor je neer en spring je naar achteren tot je borst op de grond ligt. Vervolgens spring je weer terug om rechtop te eindigen. Als je rechtop geëindigd bent, dan klap je boven je hoofd en nu is de burpee pas voltooid. Je mag de burpee natuurlijk ook stappen. De cooling down vandaag is 2 minuten scorpions. Bij de scorpions begin je op je buik. Je mag kiezen of je handen wijd doet of dat je handen een soort van naast je lichaam neerzet. Je mag zelf weten wat je zelf het prettigst vindt. Vervolgens ga je benen om de beurt over elkaar heen bewegen. Je zorgt ervoor dat je met je tenen zachtjes de grond raakt.